Goeiedag allemaal, we gaan uh, kijken en luisteren naar een preek van Jan Paul, en het is mijn intentie om te laten zien dat ik niet alleen maar zit te hakken en dat ik uh, wel kritisch blijf, maar dat ik ook wil waarderen wat er goed gezegd wordt, uh, want uh, eigenlijk geen enkele prediking zit zo in elkaar dat er helemaal niks aan deugt. Um, Daarom wordt dit een wat langere opname, omdat ik bijna het geheel van de preek van jan Paul wil laten horen. En af en toe zal ik daar wat commentaar op geven. Um, maar ik vond. Um, ik heb allerlei aanmerkingen, maar die zijn niet allemaal van heel groot principieel belang. Um, ik vond dit eigenlijk best wel een goede preek. Nou ja, tot op zekere hoogte. En dat zullen we dan verder wel meemaken. We gaan luisteren naar de preek van Jan Paul. Het gaat over hoe is jouw relatie met God. U mag met me opzoeken, Exodus hoofdstuk 33. Exodus hoofdstuk 33. Als u dat wil, ik lees het mooi voor hoor. Vers 7, 9 en 11. Ik heb een aantal versen uit dat stukje geplukt. 7, 9 en, en 11. In de herziene staat de vertaling: Mozes nam de tent. En zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. En heel belangrijk. Uit de drukte. Dit was, by the way, niet de tabernakel. hè. Die van die God kreeg. Dit was een eigen tent die hij maakte. Op een, op een rustige, rustige plek. Hij noemde hem de tent van ontmoeting. Want we zullen zien dat was de plek waar hij God ontmoette. Zodra Mozes de tent binnenging. Vers 9. Gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde. en bij de ingang van de tent bleef staan. en dat de Heer met Mozes sprak. Nou, en niet zomaar. Vers 11 kunnen we dat lezen. De Heer sprak tot Mozes. van aangezicht tot aangezicht. Ja, dan moet me even van het hart. dat. Uh, hier wordt gesuggereerd dat Mozes. voor zichzelf een tent van ontmoeting maakt. alsof dat een privéonderneming is. Maar dan. Uh, Slaat hij toch een vers over? Hij leest uh, zeven uh, gedeeltelijk voor, maar er staat wel: Zo gebeurde het dat ieder die de heren zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. En dan zitten we natuurlijk in Exodus 33, vlak na het gouden kalf enzovoort. Dit wordt dus de tabernakel. Uh, dit is de eerste vorm van die uh, tabernakel. Uh, na de, de stenen tafelen en het herstel van het verbond enzovoorts, eh, wordt uiteindelijk eh, de tent van ontmoeting helemaal uitgebouwd. En dat is Exodus 36. Dus dit is een voorvorm van eh, de uiteindelijke tabernakel. Maar goed, dat is een kleinigheid. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Prachtig mooi. Ik heb vier kinderen. Prachtige kids. En... Uh, het boekje Intimiteit had ik, had ik vorig jaar, het manuscript had ik klaar. En er staat een verhaal. Nou hier onderbreek ik hem even. Er komt nu een heel lang verhaal. Waarin hij vertelt over een van zijn dochters. Die niet de weg van de Heer gaat. Met wie hij een bijzonder moment, moment deelde tijdens een vakantie. De beide zaten daar uh, rustig om zich heen te kijken. En dat was zo'n intiem en bijzonder moment dat ze alle twee gingen huilen. En. Dat is de aanloop om te praten over relatie met God, over intimiteit met God. Maar hij doet daar zo lang over dat we dat niet handig leken om het allemaal hier te laten horen. Dus ik sla even een klein stukje over. Vier minuten later het volgende. Zij zei ik tegen haar: Ik zeg, Jut, zo, zo moeten Adam en Eva zich gevoeld hebben in Hof van Eden. Kijk, wat moet dat mooi geweest zijn? Ik begon daar nou met haar over, over te spreken. Weet je, hoe God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis? Dat, dat moet iets ontzagwekkend geweest zijn. De engelen zijn daar getuige van geweest, weet je. Die dag dat hij. Ik, ik, ik denk dat hij van zijn troon is afgestapt. Alles wat hij schiep, heeft hij geschapen door, door te spreken. Hij sprak en het wassen. Maar de mens heeft die gemaakt ja, met, vanuit de stof der aarde. Dus ik denk dat hij van zijn troon is afgestapt en, en op de aarde is neergeknield en, en daar de mens heeft geboetseerd. En die engelen daaromheen en die hebben verwonderd gekeken, wat gaat hij doen? En op een bepaald moment een van de engelen door en die heeft uitgeroepen, jongens, hij is iets aan het scheppen naar zijn eigen beeld en gelijkenis. Ja, hier heb ik een, een beetje dubbelzinnig gevoel bij, want uh, aan de ene kant slaagt hij erin om dat moment van de schepping van de mens voorstelbaar te maken, en dat vind ik eigenlijk best wel mooi, zoals hij dat doet, zoals hij het weergeeft. Aan de andere kant zit er toch een element in van ja menselijke fantasie en eh, met name de nadruk op de emotionele kant ervan wordt door de bijbelse tekst helemaal niet zo ondersteund. En er gaat op grond hiervan ook een, een fantasie uitspreken over de emoties van God. Gemotiveerd door ja, die voorstelling die hij ervan maakt. En zo gaat hij proberen te zeggen hoe God zich dan gevoeld heeft bij de schepping van de mens. En dat gaat, naar mijn idee, net over die rand heen. En het ondersteunt een soort emotivisme, laten we zeggen een, een benadering waarin we God proberen te begrijpen via een reconstructie van de emoties van God. En dat zou kunnen samenhangen met een enorme nadruk op de eigen emoties. Ook over de relatie met zijn dochter is gesproken in zuiver emotionele termen. En daar kun je op zich nou niet direct bezwaar tegen hebben, want goed, ik wil helemaal niet zeggen dat emoties er niet toe doen. Maar het roept wel een. Vraag op: van, Draait het nou ook in de schepping van de mens door God om de emoties van God? Hij, hij noemt allerlei goede dingen, het plan dat God ermee heeft en dat hij weet dat de mens in zonde zou vallen enzovoort. Maar draait het dan om de emoties die God heeft, ja of nee? Dat vind ik dus de vraag. En daar was die mens, die mens waar God zo naar verlangde, de mens met wie hij zijn hart wilde laten delen aan wie je zijn plannen bekend wilde maken, aan wie je zijn dromen bekend wilde maken. Kijk, dat is dus precies wat ik bedoel. Dromen bekend maken, verlangen dat hij daar hem heeft. En deze meneer in het publiek zit daar toch wat sceptisch naar te luisteren. Hè? En die sceptisch begrijp ik heel goed. God was zo gepassioneerd over die mens. En elke dag wandelen die mensen met God. Maar dan weten we met elkaar. Kies de mens een andere weg. Want God heeft de mens geschapen met een vrije wil. God vindt er geen lol aan om mensen te dwingen om van hem te houden. Hij zegt: Nee, ik geef je een vrije keus. Dat is essentieel. Een vrij, dat is tot op de dag van vandaag. We hebben allemaal een vrije keus van God. Dat is theologisch weer heel bedenkelijk. Want de mens heeft geen vrije keus. De vrijheid van de mens, die er is. Is geen vrije keus. God volgen of niet volgen. God liefhebben of niet liefhebben. De boom van de kennis van goed en kwaad maakt duidelijk dat er geen vrije keuze is. Want vrije keuze wil zeggen. Ik kan voor mezelf uitmaken wat goed is. Dat is vrije keuze. Dit is een goed en dat is een goed, maar ik kies voor dat goed. Dat komt mij beter over of ik kies daar nu eenmaal voor. Vrije keuze is een verkeerde manier om over vrijheid te spreken. Mens heeft geen vrijheid. Afblijven van die vruchten, eh, van de boom van de kennis van goed en kwaad, en toelating nodig hebben voor alle andere vruchten. Je mag eten van alle vruchten van de bomen van deze hof, behalve van de vrucht van de boom van eh, de kennis van goed en kwaad. Dus dit speelt in op een uh, gedachtegang. Die wel geldt, kijk, hij zal ten aanzien van zijn dochter bepaald hebben dat hij vrije keuze heeft. Of ze de Heer volgt of niet. Maar die dochter en evenmin wij hebben vrije keuze alsof het volgen van God een van de mogelijke opties is. Nee, niet de God volgen is zonde. En zonde wil zeggen een verkeerde keuze. Dus we hebben misschien wel de vrijheid om een verkeerde keuze te doen. Maar we hebben niet de vrijheid. Om te kiezen tussen twee dingen die op zich goed zijn. Ik hoop dat dat heel duidelijk is. Keuzevrijheid wil zeggen. Ik kan twee verschillende zaken waarderen. naar hun goedheid. en ik kan dan kiezen voor het minst kwade. of voor het beste. of wat dan ook. Maar hier is geen sprake van vrije keuze. Wel van vrijheid. het vermogen dus om het kwade te doen. maar niet van een vrijheid. om te kiezen voor. Het ene goede of voor het andere goede. En dat is een heel belangrijk theologisch punt. Eh, als we praten over de menselijke vrijheid. Het evangelie wordt aan mensen aangeboden niet als een vrije keuze. Het wordt aan mensen aangeboden als een opdracht, als een gebod van de Heer. En God verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En de reden daarvan is dat ze geoordeeld zullen worden als ze zich niet bekeren. Dat is geen vrije keuze. Dat is wel het vermogen om het verkeerde te kiezen. Maar dat is niet hetzelfde als keuzevrijheid. Moet je daar nou over vallen in zo'n preek? Ja, ik denk eigenlijk wel, want als hij een predikant was geweest met een gedegen opleiding, dan had hij dat onderscheid tussen keuzevrijheid en vrijheid als het vermogen om het kwade te kiezen. Nou ja, te kiezen om het goede dus na te laten, het goede te verwerpen, dat hij dat onderscheid ongetwijfeld wel gekend en ook verkondigd. Gekregen. Hij wil geen afgedwongen liefde. Hij wil een eigen keus. En de mens maakte een andere keus en viel in zonde. En op dat moment gebeurde er wat. Als we kiezen voor de zonde, dan komt er iets tussen ons en God in te staan. En de mens verstopt zich. En dan lezen we in de Bijbel in Genesis dat God in de avond koelte, net als jullie en ik, s'avonds ondergaande zon, dat hij de tuin, de hof inging om de mens te zoeken. En dat vind ik altijd heel wonderlijk, want God wist natuurlijk lang wat er gebeurd was. Hij is God. Ja? En toch staat er dat hij de mens zocht. En dat, hij, en, en dat hij roept, Adam, mens, waar ben je? Hij wist het al. Dat vind ik zo mooi. God is een God van het nu. Dat moet je goed beseffen. Hè? God is de God van het nu en heeft ook altijd de emotie van het nu, terwijl hij alles al weet. Ja, hier begrijp ik dus helemaal niets van. God zoekt die mens op, jawel, maar die vraag die hij stelt, hè, Adam Aiega, Adam waar ben je, uh, is niet per se een opzoeken van de emotie, in, in de emotie van het nu, maar is een ter verantwoording roepen. Hè. Adam waar sta jij nu, waarom ben jij je aan het verbergen voor mij? Om die mens tot verantwoording te roepen. En dat is hier heel anders dan de eh, emotionele zoektocht die eh, Jan Paul nu beschrijft. Opnieuw de vraag, is dat nou heel belangrijk? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, omdat het aan God hier wel heel sterk de emoties van een moderne vader toeschrijft, terwijl deze God hier ter verantwoording roept, wat echt iets anders is. Dan dat hij vanuit zijn emotionele verlangen naar de mens, als ware die mens opzoekt. En dan vervolgens ook nog. door zijn emotie in het nu beperkt zou zijn. Alsof dus die voorkennis van wat er. of de kennis van wat er gebeurd is. bij God helemaal geen rol speelt. Um, ter verantwoording roepen en in dialoog treden met de mens. betekent helemaal niet dat God in dat nu moment belandt. Met zijn emoties in dat nu-moment staat, maar betekent dat die mens voor de eeuwigheid gebracht wordt. Want de vraag die komt, Adam, hè, waar ben je? Is een hele diep gravende vraag, is een vraag eh, die de verantwoordelijkheid van Adam betreft. Dus ook hier schemert weer een wat onbijbels godsbeeld door, wat wel mooi past bij eh, de aanzet. Waarin Jan over een van zijn dochters vertelt en de emotionele kant ervan. Maar wat toch niet bij het Bijbelse begrip van eh, God hoort. Maar je ziet dat er. Daarom aarzel ik wat, want dat klinkt toch allemaal heel lekker en heel voorstelbaar. Maar er is dus een soort grens aan wat je voorstelbaar kunt maken. als je daarbij begrippen gaat invoeren, zoals emotionaliteit. Die eigenlijk uit de tekst niet zo naar voren komen. En daar begint toch bij mij dan altijd wat te kriebelen. En Jan Paul is niet de enige die het doet, er zijn heel veel meer mensen die op die manier prediken. En ik denk dat dat toch betekent dat we God als ware helemaal antropomorfiseren. Ik weet dat in de Bijbel ook antropomorf mensgelijkvormig over God gesproken wordt. En dat mag, omdat de mens ook naar Gods beeld en gelijkenis geschapen is. Maar het is toch iets anders wanneer we onze moderne emotionele ervaringen als het model gaan gebruiken. om in te vullen wat de Bijbelse tekst niet zegt. Om aan God een emotionele gesteldheid toe te kennen. Nee, dan moeten we toch zeggen: God is anders dan de mens. Kijk, hier heb ik toch moeite mee, omdat nu God begrepen wordt en voorgesteld wordt. met behulp van onze moderne visie op en ervaring met. Emoties van een vader. Dat God de mens gaat opzoeken uit verlangen. is iets anders dan wat er eigenlijk in de Bijbelse tekst staat. En dat is dat God met de woorden Adam Ajega. dus mens, waar ben je? Adam in feite ter verantwoording roept. En dat is een hele andere emotie. als het een emotie zou zijn. Maar het is helemaal geen emotie. Het is een ter verantwoording roepen. En dat God de emotie zou hebben in het moment zelf. Daar geloof ik eigenlijk helemaal niks van. Hij doet datzelfde nu met de geschiedenis van uh, Jezus en Lazarus. Ja, Lazarus zou de dood zo opstaan. Nee, hij, hij, hij heeft de emotie van dat moment. En daarmee laat hij zien, joh, ik weet wat je voelt. Terwijl hij wist dat hij op zou staan. En God wist te lang dat Adam zich verstopt had wat er gebeurd was. Ja, maar, maar hij leeft op dat moment. En... Ja, ook dat is niet waar. Want de, de, het wenen van de Heer Jezus betreft niet... De dode Lazarus, terwijl iedereen om hem heen. huilt vanwege de dood van Lazarus. Maar zijn huiden wordt ingegeven door. Um, zijn verdriet. De heer Jezus heeft ongetwijfeld menselijke emoties. Maar dat komt ook omdat hij waarachtig mens is. Als waarachtig God weet hij dat Lazarus uit de doden zal opstaan. Maar hij weet ook als waarachtig God dat de emoties van die mensen worden uitgelokt door het feit dat voor hen de dood die absolute grens is en dat ze Lazarus verloren hebben en dat ze niet geloven in Hem die net iets eerder gezegd heeft: ik ben de opstanding en het leven. Met andere woorden, de tranen van Jezus, dat, eh, dat staat er ook heel fraai dat hij een tranen uitbarst, die worden uitgelokt niet door de dode van Lazarus, maar door dat Ongelovige verdriet van de mensen die niet willen aanvaarden dat in Jezus de dood een einde heeft gekregen. Dus daar is een hele andere uitleg nodig van de teksten uit, ik zeg het even uit mijn hoofd, ik dacht Johannes 13, waarin het gaat over die opwekking van, van Lazarus. Dan Hij hier aan Jezus toeschrijft. Dat is niet omdat Jezus in dat moment dezelfde emotie heeft als de rouwenden om Hem heen. Dat is omdat Jezus reageert op het verdriet dat zij hebben, wat mede gemotiveerd wordt door ongeloof in uh, zijn opstandingsbacht. Ik heb het altijd gelezen als is, zo van, ja mensen, wat ben je? Maar ik denk dat het een schreeuw van God geweest is. Zijn hart was verscheurd. Ik denk dat hij uitgeroepen heeft, mens, waar ben je? Mens die ik wilde liefhebben. Mens met wie ik mijn hart wilde delen. Mens met wie ik mijn dromen wilde delen. Waar ben je? Ja, nou, ik heb al gezegd dat het naar mijn gevoel niet een uiting van emoties is. Dan geeft hij dat wel vrij weer. Als je eenmaal op die lijn zit, dan doet hij dat natuurlijk uitstekend. Mens met wie ik mijn, mijn hart wilde delen, mijn dromen wilde delen. Ja, maar dat wordt dan toch wel te antropomorf. God is zijn gesprekspartner kwijt. God heeft Adam voorbestemd om zijn verlangens mee te delen en dat valt nu weg. Is dat niet toch te antropomorf? En ik geloof dat die stem nog elke dag klinkt. Die stem die klinkt vandaag in deze kerk. God zegt vandaag ook tegen jou en mij, mens, waar ben je? Mens, waar ben je? God bleef naar de zondeval verlangen naar mensen om gemeenschap mee te hebben. Maar het doek was gevallen, de zonde was gevallen. En toch waren er uitzonderingen. En het, en het zijn er maar een paar. Ik kan ze zo noemen voor jou. Je kent ze ook. Heen nog wandelen met God. Nieuw-Vertaling zegt. Heen nog wandelen in nauwe verbondenheid met God. Dat was heel bijzonder. Noach wandelde met God. En wat doet God met vrienden? Maakt hij ook zijn plannen bekend. He? Hij zegt: Noach, jij bent een vriend. Ik ben iets van plan. Ik maak het jou bekend. Ah. Zou Noach dan de enige vriend van God zijn geweest in die betekenis? En toch heeft hij alleen aan Noach zijn plannen bekendgemaakt. Dat roept toch die vraag op, hoe zit dat dan? Uh, is dan elke gelovige in dat deel van de schrift, die um, de naam van God aanriep, ofwel geen vriend, want ze kregen geen mededeling van zijn plannen. En als er een vriend waren, waarom dan uitsluitend Noach de mededeling doen? Dus die koppeling van. Uh, Wanneer je een vriend van God bent, dan deelt God zijn verlangens en dromen met jou, wat hij net over Adam heeft gezet. Uh, die gaat helemaal niet op en dus ook niet die toepassing die nu een beetje in de lucht gaat hangen. Namelijk dat God nu ook vraagt, mens, waar ben je? En dat als nou ja, dat contact tot stand komt, dat je dan een vriend bent. Hoe kan dat? Adam was in de zonde gevallen en krijgt dus het Ayega, waar ben je te horen? Uh, dat verlangen is, uh, laten we zeggen, geblokkeerd door de zonde. Maar dat geldt dan toch ook voor ons. En gaat hij nou ervan maken dat God naar ons verlangt en dat hij dan ook ons zijn plannen wil gaan meedelen? Ik ben bang dat dat die richting op gaat maar misschien ben ik te pessimistisch. Abraham wordt een vriend van God genoemd. Ook hem hmm. maakt hij dingen bekend. Hij zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik van plan ben te gaan doen? Onzagwekkend man. David, een man van Gods hart. Mozes, het zijn, al, het zijn allemaal uitzonderingen. En Mozes hebben we met elkaar gelezen. Mozes was een heel bijzondere man. Als ik, als ik dat lees, weet je dat, dat God met hem sprak... zoals een vriend met je spreekt. Wauw. Prachtig. En Mozes heeft een hele lange relatie met God gehad. Met, met, met hoogtepunten en dieptepunten. Een van zijn hoogtepunten was natuurlijk hè, de beklimming van de berg Sinaï. Veertig dagen lang is hij in de tegenwoordigheid van God waar we met elkaar over zongen. In his presence. Veertig dagen lang. Dat moet wat geweest zijn. En God onthult hem zijn plannen. God maakt hem bekend wat hij wil doen. Hij geeft hem een blauwdruk van de tabernakel. Hij geeft hem de tien geboden. Ontzagwekkend. En al die 40 dagen wacht het volk beneden. En de 40 dagen worden ze ongeduldig. En ze zeggen tegen Aaron... Zeggen ze joh, we weten niet wat er van je kleine broertje gebeurd is, weet je, maar er moet hier wel wat gebeuren. Wij willen iets hebben om te aanbidden. En Aaron laat zich verleiden en maakt een gouden kalf van het goud wat hij van de bevolking vraagt. En ze gaan het kalf met elkaar aanbidden. Mozes weet van niks man. Die is in de glorie van God. Ja, maar God weet het wel. En God zegt tegen Mozes: ik heb het een beetje gehad met het volk. Nou, hij zegt het wat pittiger. Hij zegt, ik stop ermee, ik delg dit volk uit. En ik ga met jou verder, Mozes. Nou, ik ken voorhangers die als schotten tegen hun zou zeggen van, nou, ik heb het een beetje gehad met je kerk, maar met jou ga ik verder. Zeg, nou, hier vind ik een goed idee. <laughs> ik vind het zelf eigenlijk ook een lastig zootje. Ja. <laughs> <laughs> Dit is een aanval op al zijn collega's, en ik weet niet precies wie die dan uh, op het oog heeft. Maar ik vind het zeer ongepast om te zeggen dat voorgangers in dit geval zouden zeggen: Nou prima hoor, ik vind het een lastig zoietje. Ik bedoel, dat trivialiseert wat hij eerst heeft gezegd over het uitdelgen van het volk. En het beledigt voorgangers die het Evangelie brengen, want hij geeft geen. Specifieke namen Hij verwijst niet naar mensen die dat gevoel zouden kunnen hebben. Ik ken niemand die zo zou denken. Dat, dat voorgangers zou zeggen: Heren, neem de gemeente maar weg en ga met mij in mijn eentje verder. Dat is zo'n ongeloofwaardige gedachte. En over wie heeft hij het dan? Dat moeten dan zijn maatjes in de charismatische kring geweest zijn. Maar Moz is niet. Maar zeg: de Heer, Deleg mij dan uit. Dat is wat, Delg mij dan uit. En dan zegt God, oké, okay. God laat zich ook verbidden. Hè? Dat is wonderlijk, hè? Die grote, geweldige God, die laat zich ook verbidden. Dat is een mysterie voor mij. En dan zegt God het volgende. Dit kun je, ik, dit kun je allemaal lezen, hè, wat ik nu zeg. Het staat, staat er niet precies zoals ik het zeg, maar het staat er wel. Dan zegt God tegen Mozes, oké, okay, weet je, ik zal het niet verdelgen... en ik zal jullie ook in het beloofde land brengen. Maar dan zegt hij, ik zelf zal niet in jullie midden zijn. Mijn tegenwoordigheid zal het niet zijn. Hij zegt maar, ik maak een deal met je, ik zal een engel voor jullie uitsturen. Een grote engel. En die engel, die zal de Jebusieten, en de Hetieten, en al die andere deugnieten voor je verslaan. En je zult in het beloofde land zullen komen. Dat is, toch, dat is toch geweldig? Toch? Als God tegen mij zegt: zeggen, Jan, ik geef je een geweldige grote engel, en die engelman, die zal je overal brengen waar je moet zijn. Die zal al je vijanden verslaan. Nou heer, Geef mij die engel. En wat zegt Mozes op dat moment? Heel belangrijk om, om je dat te realiseren. Wat zegt Mozes? Mozes staat in de woestijn. Hè? Mozes staat in de droogte. Het beloofde land is een land wat overvloeit van melk en honing. Hij staat in droogte. En weet je wat, wat Mozes zegt? We hebben het met elkaar gezongen. Your presence is heaven to me. Daar vond ik het zo mooi. Weet je wat hij zegt, Heer? Ik ben liever hier in de woestijn met uw tegenwoordigheid dan in het beloofde land zonder uw tegenwoordigheid. Wauw, dat is wat. Your presence is heaven to me. Dat is waar het om draait. Mozes pakte dat. Mozes begreep dat. En ik denk dat het het hart van God geraakt heeft. Want als, als Mozes zeg maar, aan het einde is gekomen van zijn leven. en God nog wat opschrijft over zijn dienst naar Mozes. dan schrijft hij het zo mooi over Mozes. En ik weet nog goed dat ik. Jaar of misschien wel dertig jaar geleden. Dat, dat voor het eerst bewust las en dat ik begon te huilen. Deuteronomie 34, vers 10. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Ik denk dat dat zo'n dertig jaar geleden is, dat deze tekst me raakte, en dat ik het uitriep naar God, Heer, maar dat wil ik ook. Dat wil ik ook, Heer. Ja, dan wil hij dat ook, maar het vers wat hij leest benadrukt dan juist de unieke positie van Mozes. Er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes die de heren kende van aangezicht tot aangezicht. En dan wordt genoemd wat de bijzondere dienst van Mozes was met alle tekenen en wonderen waarmee de heren hem gezonden had om die in het land Egypte te doen, etc. Hoe kun je nou het verlangen hebben om te zijn zoals Mozes? Want dat is toch de ambitie die hier wordt uitgesproken is het niet in de eerste plaats belangrijk om te zeggen... wat is dan de bijzondere aard van de figuur van Mozes? Want hoe verhoudt zich dat tot de positie van de Heer Jezus? Maar meteen nu overgaan naar... Heer, ik wil dat ook. Ja, maar is het niet volkomen duidelijk... dat Jan Paul niet geroepen is... om een profeet te zijn in Israël op de wijze van Mozes? Dat is zo vanzelfsprekend... dat ik deze merkwaardige omweg... Heer, ik wil dat ook. Eigenlijk helemaal niet begrijpt. Dat is een soort hubris, een soort overmoed. Want ik wil dat ook, want beste Jan, dat kun jij helemaal niet krijgen. Mozes is een bijzondere figuur. Met een bijzondere genade. Zoals ook de Heer Jezus dat was. Dan zeggen we ook niet. Ik wil datzelfde als wat Jezus heeft. Kijk, ik wil zijn zoals Jezus. Dat wil zeggen, ik wil hem navolgen. Of ik wil zijn zoals Mozes. Dat kan. Maar dit is het resultaat van Gods genadige werk aan Mozes. En dit is niet iets wat Mozes zelf bezat. Wil je zijn zoals Mozes, Jan? Dan wil je dus ook een driftkikker zijn. En dan wil je dus ook moeizaam zijn in je spreken. Dan ben je zoals Mozes. En dan wil je misschien iemand zijn die de genade van de Heer ontvangt en door die genade gevormd wordt. Kijk, dan komen we in de buurt van iets wat een navolging van Mozes en een navolging. Van de Heer Jezus kan heten. Maar dat wil ik ook. Ik wil datzelfde hebben wat Mozes had. Ja, maar de Heer geeft Zijn genade op Zijn wijze, op Zijn moment, aan wie Hij wil. Zodat iedereen op Zijn eigen manier een instrument van de Heer is. En zeggen ik wil zijn zoals Mozes. De Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat is een ongezonde ambitie. Nu heb ik in mijn leven een besluit genomen. Ik wil een vriend van God zijn. Ik wil iemand zijn met wie God vertrouwelijk omgaat. Weet je, ik ben, ben 62, in maart word ik 63. Dat zou je natuurlijk niet zeggen, maar het is echt zo. Ja, word 63. Ik heb in januari vorig jaar afscheid genomen als, uh, van mijn voorgangschap, Ik heb ik neergelegd. 28 jaar voorgang geweest. Hey, God dat laat zien, Jan, het is goed dat je het overdraagt. En uh, misschien dat ik daarom wat meer nadenk over, over mijn leven. Over mijn legacy, zoals de Engelsen zeggen, mijn, mijn erfenis. Dus ik, ik, ik heb nog wel gedacht over, als, als, ik nou, als ik nou doodga, weet je dan, ja, dan worden de, van alles wordt natuurlijk uitgenodigd. Hè. Er is een begrafenis en er worden mensen spreken. En ik heb vaak gedacht, wat zou, wat zou ik willen horen? Ik ga hier even onderbreken en dan pakken we de draad straks weer op even een stukje over en dan komen we bij zijn versie van het Evangelie. Um, dat gaat hij dan nog een keer uitleggen en dat is uh, voor ons dan weer de moeite waard. Het hele tussenliggende stuk uh, bleef maar gaan over hemzelf en zijn voorgangerschap en zijn leeftijd en, enzovoort. Dus dat heb ik even overgeslagen. dat of niet? Dat overkom je niet zomaar, zullen we zien met elkaar. Daar moet je wat voor doen. Nou, opnieuw eh, eh, terug. God zocht mensen uit. Maar, maar God had zo'n honger, zo'n verlangen. Hij wilde met ieder mens een kind op deze aarde. Wilde in de intimiteit komen, in die diepe verbondenheid. En er was maar één manier om dat te doen. En dat is door zijn eigen zoon te zenden. En dan gaat je misschien een ander licht eens een keer opwerpen. Weet je, we hebben het natuurlijk altijd over, over. dat Jezus stierf voor onze zon aan het kruis. Dat is ook waar, hè? Maar dat was niet het doel, hè? Het doel was niet de vergeven van onze zonden. Het doel was om die relatie weer te herstellen. En om die relatie te stellen moest hij onze zonden vergeven, ja. Maar het doel was relatie. Dat verlangen had hij. Want Jezus hangt er aan het kruis. En dan wordt het drie uur worden, lang worden donker. En Jezus leidt daar. En ik denk dat God de Vader, die natuurlijk alles wist... Hij wist dat zijn zoon weer zou opstaan uit de dood. Hij wist natuurlijk alles. Maar opnieuw, God is een God van het nu. En ik denk dat God op zijn troon zat met, met een verscheurdheid van binnen... Met aan de ene kant een diep verdriet vanwege het lijden van zijn zoon. En aan de andere kant een intense vreugde. Omdat hij wist wat er zou gebeuren als Jezus zijn laatste adem zou uitblazen. Ja, dat is op zich misschien nog niet eens helemaal fout. Wat mij stoort is dat het in emotionele termen wordt uitgedrukt. Maar het is nog helemaal niet zo slecht om hier te benadrukken. Uh, een zekere dubbelheid bij God zelf. Hoewel uh, ja, ik denk dat hij in de drie uren van duisternis geen dubbelheid heeft uh, gevoeld. Want de toren van God brandt los. Als je dan toch iets in emotionele termen wilt stellen. dan zou ik denken: in die drie uren van duisternis. ontlaat God zijn toren over de zonde op zijn eigen zoon. Maar ja, dan weer zeggen dat, dat God door zijn emotie in het nu zit. Ja, dan heeft hij dus ook geen vreugde gevoeld. Dat is een, een tegenspraak die hij dan nu met zichzelf eh, creëert. Als God dan in zijn emotie alleen maar in het nu zit, dan voelt hij alleen maar de toren. Dus als God een dubbel gevoel heeft, dan is hij niet in het nu, dan is hij tegelijkertijd in het nu van het lijden van zijn zoon. Dat is verdriet. Is dat verdriet? Nee, maar het is toch de toren die op hem komt? dan zouden er drie emoties in het spel moeten zijn, want dan is er ook nog een keer die vreugde, maar dan is God helemaal niet in het nu. In het nu is er toren. En er is voorafgaande daaraan wellicht ook zoiets als een medelijden meeleven. Oké, okay, vooruit. De Bijbel zegt dat niet zomaar vooruit. En dan is er ook nog een keertje, uh, we zeggen de tranen bij God over het lijden van zijn zoon. Dat zijn drie totaal verschillende emoties, Jan. En in het nu, als je God met zijn emoties in het nu plaatst, dan kan er aan het kruis, en zeker in die drie uren van duisternis, toch alleen maar toren over de zonde zijn geweest. Nu, zeg je, nu zegt hij, laat ik hem maar niet rechtstreeks aanspreken, want uh, ze reageren toch niet. Maar nu zegt hij dat... Uh, het God niet om de vergeving, of de. Het, het, niet alleen maar om te doen was om de zonde kwijt te schelden te vergeven. Dat is natuurlijk voorkomen juist. Maar er is meer aan de hand op het kruis dan alleen maar dat de zonden worden weggedragen. Het is natuurlijk de basis en de grondslag. van de relatie die wij met hem hebben. En dat is met name de opstanding natuurlijk die ons deel geeft aan dat nieuwe leven. Dus hij heeft wel gelijk dat het om die relatie gaat. Maar ten eerste kleedt hij dat dus weer in, zoals ik al zei, met die emotionele weergave van God, die toch hier helemaal niet lukt. Eh, verdriet over het lijden en tegelijkertijd vreugde over wat er dan volgt. Dat kan helemaal niet als de toren van God wordt losgelaten aan het kruis. Um, ja, en, en ten tweede, uh, buiten die emotionele kant, het is wel juist dat het om die relatie gaat. Maar. Dat het God daarom te doen is, wil niet zeggen dat het middel wat noodzakelijk is, daardoor onbelangrijk is. Kijk, het offer van de heer Jezus aan het kruis is niet alleen maar een zondoffer en een schuldoffer. Het is ook een spijsoffer in de zin dat de heer Jezus daar zijn volledige gehoorzaamheid aan God laat zien. Het is ook een brandoffer omdat zijn overgave aan het kruis een volledige verheerlijking... En rechtvaardiging, en rechtvaardig verklaring van God is. Dus het is een verheerlijking, brandoffer. Het is het, uh, uh, in de dood brengen van de zonde, zondoffer. Het is het wegdragen van de schuld, het schuldoffer. Of in het beeld van Leviticus 16, het is het bokje dat de woestijn in gaat. Hè, buiten de wereld van de mensen wordt gestoten, letterlijk in de dood. Uh, en het is het spijsoffer. In de zin van de volkomenheid van het leven dat hier wordt overgegeven. Ja, er is nog een ander belangrijk element, want we kunnen niet zeggen dat de Heer Jezus aan het kruis de zonde van allen heeft gedragen. We kunnen wel zeggen dat Hij de zonde van de wereld heeft gedragen, omdat geen volk is uitgezonderd. Maar Hij heeft niet de zonde van iedereen in de wereld gedragen. Immers, als Hij de zonde van iedereen had gedragen. Dan wordt iedereen hersteld in zijn relatie met God. En we weten uit de schrift dat dat niet het geval is. De toegang tot dit zondoffer en schuldoffer van de Heer Jezus is het geloof in Hem als het zondoffer en het schuldoffer. En de vergeving wordt alleen maar aangeboden aan degene die in Hem gelooft. Die gaat niet verloren, maar zal eeuwig leven hebben. Dus ook alweer. Onnauwkeurigheid in de theologie die tot een verkeerd beeld gaat leiden. Heb je hem? Met, 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 met die emoties zat God daar op zijn troon, denk ik. En toen Jezus daar zeg maar, in het lijden aan het sterven was, deed de priester gewoon dienst in de tempel in Jeruzalem. Ja. En, en die ontstak daar rond dat tijdstip Jezus stierf het reuk over altaar. Nou, die man heeft wat meegemaakt die het reuk over altaar ontstak. Ja, want dan heb je dat gigantische grote gordijn, hè? 14 meter hoog, 7 meter breed. Goed, ik onderbreek het eventjes. Ik heb een, een paar kritische zaken nou genoemd. Maar, uh, misschien is het goed om de tweede helft van de preek, ik zit ongeveer op uh, 24 minuten van een preek die drie kwartier geduurd heeft. Uh, om dat even te laten rusten, misschien daar een volgende video over te maken. Maar uh, goed... We moeten maar toch even tot een slotwoord komen. Ja, wat is er dus aan de hand in deze preek? Er zitten een paar hele aardige dingen in. Um, de poging om te schetsen um, hoe God uh, naar het offer van zijn zoon kijkt. De poging om iets toegankelijk te maken wat heel lastig toegankelijk is. De emotie van God als het gaat over. Zijn schepsel Adam en wat hij daarmee voorhaat en hoe dat liep. Dat vind ik op zich niet helemaal verkeerd. Maar wat mij toch tegen de borst stuit, dat is die emotionalisering van Gods daden en gedachten. Dat is niet iets wat we in de Bijbel vinden. We vinden zeer spaarzaam verwijzingen naar de emoties van God. En het idee dat God in dat heden zit, in dat nu moment zit, is. Als het al waar is, geheel en al eenzijdig, God die vanuit de eeuwigheid zijn plannen uitvoert, is een ander godsbeeld dan God die in het nu-moment zijn emoties heeft. En dan met zichzelf een merkwaardige spagaat zou meemaken, psychologische spagaat. Dat hij aan de ene kant de emotie in het nu meemaakt. Dus Adam, waar ben je in de zin van ik verlang naar je en je bent er niet? En tegelijkertijd. Uit een eeuwigheidsperspectief alles weet. Dat, er, dat leidt tot een raar tegenstrijdig en naar mijn gevoel onbijbels godsbegrip. Maar dit is nog zo slecht niet. En waarom is het zo slecht niet? Omdat het wel, weliswaar, het emotivisme laat zien. En dat is een voedingsbodem voor dingen die wel kunnen misgaan. Um, maar het is een poging om iets te schetsen. op voorzichtige wijze te schetsen. van onze intieme omgang met God. En dat vind ik op zich helemaal niet zo verkeerd. Ik hoop dat hij in het vervolg van deze project duidelijk maakt dat je daar geen cursus voor moet volgen. En geen spectaculaire geesterschaven voor nodig hebt, hè, maar dat door het lezen van Gods Woord en door ons gebedsleven die intimiteit tot stand komt. Wat ik ook raar vond, is de uh, gedachte dat je. Uh, dat hij. Probeerde te zijn of wilde zijn zoals Mozes, iemand met wie God als vriend spreekt. Dat zet de deur wagenwijd open voor een beschouwing over de relatie tussen mij en God, die intimiteit met mij, tussen mij en God, waarin het te veel gaat lijken op wat wij zouden beschouwen als een relatie van vrienden, hè, die genoegelijk met elkaar zitten te babbelen. Zoals ook die relatie van Adam met God op een rare manier door hem is voorbereid door het verhaal over zijn relatie met zijn dochter. Door die nadruk op die persoonlijke ervaringen in het heden wordt een bodem gecreëerd op grond waarvan God nu getrivialiseerd kan worden. God gaat nu net zo met ons om zoals wij met elkaar omgaan. En dat is een vergoddelijking van onze manier van omgang met elkaar. Dat is het niet in acht nemen van uh, het ontzagwekkende verschil tussen ons en God. God die de geheel andere is. Uh, zou, uh, zou Bart misschien zeggen. En dat leidt tot zaken die ik... Ik ben uiteraard wantrouwig omdat ik ook andere dingen van hem gehoord heb. En andere dingen van zijn kring gehoord heb. Maar dat leidt ertoe dat de deur wordt opengezet voor gevaarlijke misvattingen over de wijze waarop onze relatie met God in feite werkt. Ik laat het hier even bij. Dank voor het luisteren zover en graag tot de volgende keer.